Hoe je de arbeid kunt zien namelijk in een grafiek. Ik heb hier een arbeid gezet, een kracht, een constante kracht van 4 newton over een afstand van 3 meter. Dat is een kleine kracht over een kleine afstand, maar daarmee kun je wel heel eenvoudig, kunnen jullie uitrekenen, wat de geleverde arbeid is in dit stuk. De geleverde arbeid is namelijk 12 joule. Hoe kom je daar zo gauw aan? 4 keer 3, ja. De arbeid wordt geleverd door die kracht, 4 newton keer S, afstand, 3 meter. 4 keer die 3 meter levert mij een arbeid van 12 joule op. De oplettende kijker ziet nou iets ontstaan wat wij vorig jaar hebben gehad. Namelijk oppervlaktes onder grafieken. Die hebben hier iets mee te maken. Dan ga ik even dit helemaal terughalen van vorig jaar. Daar hadden we namelijk hier staan. In plaats van W is F keer S. Hadden wij S is V keer T. Weten we dat nog? Die S was dan de afgelegde weg. V was de snelheid en de T de tijd. Dan had ik hier de snelheid, daar de tijd. Een VT-grafiek. En daar kon ik dan de afgelegde weg uithalen door de oppervlakte onder de grafiek te bepalen. Datzelfde doe ik nu weer. Ik heb een FS-grafiek vergelijk met een VT-grafiek. En daaruit kan ik de arbeid bepalen door de oppervlakte onder de grafiek te nemen. Namelijk wat jullie eigenlijk stiekem net al doen. Jullie doen F keer S. Dat is eigenlijk de oppervlakte onder deze grafiek. Als ik nou hier een driehoek of een vierkant van maak, dan zie je dat deze een lengte, deze zijde heeft een lengte van 4, deze zijde heeft een lengte van 3. En 4 keer 3 levert mij die 12 joule op. Dus ook bij dit soort grafieken, en eigenlijk bij elke grafiek, heeft die oppervlak onder die grafiek iets te betekenen. In dit geval, deze oppervlakte onder deze grafiek levert mij dus gewoon een arbeid op. Als ik dus de kracht uitzet tegen de afstand, kan ik dus daarmee bepalen wat mijn arbeid is. Dit is een simpel voorbeeld. Dit hadden jullie zonder grafiek ook gekund. Nou pak ik een wat lastiger voorbeeld. Komt ie. Daarbij noem ik dit niet een S, maar een U in meters. En een U staat in dit geval voor uitrekking. En dat is het geval bijvoorbeeld bij een veer. Als ik een veer pak en ik wil die uitrekken, dan heb ik daar een bepaalde kracht voor nodig. In het begin bijna geen kracht. Kunnen we dat voorstellen? En hoe verder ik hem uitrek, iedere centimeter dat ik hem uitrek, moet ik meer kracht uitoefenen. Snappen we dat ook? Uiteindelijk zal die lijn er ongeveer zo uitzien. Dus iedere centimeter dat ik hem uitrek, moet ik meer kracht uitoefenen. In het begin bijna niks, dan steeds meer. En uiteindelijk kom ik dus bij deze grafiek uit. Iedere centimeter moet ik meer kracht uitoefenen om hem uit te rekken. En hiervan kan ik dus nu heel eenvoudig bepalen weer wat de geleverde arbeid is om deze 3 meter uit te rekken, deze veer. Bijzonder, ja, bijzondere veer natuurlijk, maar wat zei jij? Half, 3 keer 4 gedeeld door 2. Ja, waarom? Omdat het is een driehoek, ja. Dus je doet een half keer de basis keer de hoogte. Dus in dit geval maken we een driehoek van. En deze oppervlakte wordt gegeven door een half keer de basis, dus U, keer de kracht in dit geval. En een half keer 3 keer 4 is in dit geval, heb ik dus 6 joule aan arbeid moeten leveren om het ding uit te rekken. Snappen we deze formule, deze grafieken? Oké. Nou heb ik ook een bijzondere, die kracht van een veer wordt bepaald hoe ver je hem uitrekt. Namelijk als ik hem verder uitrek, heb ik meer kracht nodig. En als ik hem minder ver uitrek, natuurlijk minder kracht. Andersom gezegd, er zijn ook verschillende type veren. Ik heb slappe veren, kijk naar je pen. Dat veertje is heel slap. Maar ik heb ook hele stugge veren. Dat zijn newtons. Ja, maar wat noemen ze een voorbeeld van een stugge veer? Auto. Auto, ja. Als je die 1 centimeter wil indrukken, heb je belachelijk veel kracht nodig. Ga maar eens op de auto van je ouders hangen op de zijkant. Dan merk je hoeveel moeite je moet doen om die 1 centimeter in te drukken. Terwijl jouw pennenveer, nou er zijn weinig mensen die moeite hebben om dat ding even 1 centimeter met 2 vingers in te drukken. Waar dat namelijk op zit, die kracht die je moet uitoefenen, hangt af van die veerconstante
keer de uitrekking. Hierbij is dus C, noemen wij de veerconstante. Dat is dus een constante die hoort bij een veer. En die wordt gegeven in hoeveel newton ik moet uitoefenen om hem 1 meter in te drukken. Een hele stugge veer heeft dus een kleine of een grote veerconstante? Kleine. Kleine, want ik heb heel weinig newton nodig om 1 meter in te drukken. Kleine. Een grote, ja. Een stugge veer heeft een grote veerconstante. Ik heb namelijk gewoon domweg meer newtons nodig om hem 1 centimeter of 1 meter in te drukken. Snappen we die? Veerconstante? De veerconstante is dus iets wat je hebt ondervonden. Je pakt dus een veer, je rekt hem een centimeter of een meter uit, of je drukt hem juist een centimeter of een meter in. En dan meet je dus zo de veerconstante. Aan de andere kant. Ik kan namelijk die F gebruiken om deze in te vullen. Een half U keer C keer U. Half U keer C. Ja. En die kan ik dus uitwerken naar, en in het boek schrijf ik hem net andersom, CU kwadraat, is dus de arbeid, of de energie, excuus, de energie die in een veer zit. Dit is namelijk gewoon domweg de arbeid die ik heb moeten uitoefenen om die veer in te drukken. Als ik dan vervolgens het pistool geladen heb, de veer geladen heb, dan heb ik een hoeveelheid energie opgeslagen, een hoeveelheid arbeid in die veer opgeslagen. Dan kan ik er een propje voor doen. Veer loslaat en dan komt die energie weer vrij. Dus die energie die je kan opslaan in een veer, is hoeveel hier onder die grafiek zit. Die formule kan ik dus herschrijven en dat is dus de energie die in een veer zit. Een half C u kwadraat is de veerenergie.